welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. Jawel. Het is weer een werkersdag. Dus ik moet vandaag gaan werken. Even tegen belichting gaan. Voilà. Ik ga nu al de vlog uploaden. Ik heb mijn tandjes al gepoetst. Oh, mannetjes. Het is toch niet meer gewoon hoor. Als je zo lang thuis bent en dan in één keer terug moet gaan werken. Ja. Het wordt weer al wennen. En dan nog zelfs bij de Q8 nog stoppen voor mijn broodje. Voilà. Ik ga even verder doen. En dan misschien nog straks de Q&A. Tot een conclusie. Daar werd even gevraagd voor geen timeslapjes meer te maken. Oké, bij deze doe ik het dan even niet meer. Dat er blijkbaar genoeg timeslapjes al zijn geweest. Een YouTube-kanaal. Oké. Dan bij deze doe ik het niet meer. Ik ga nu vertrekken richting mijn werk. Sowieso pak ik ook mijn mondmasker mee. Voilà. Om voor daar aan te doen. Bij deze. Ik ga nu vertrekken en ik ga nu op de gang. Dus ik ga nu eerst thuis zijn. Dus ik zie jullie allemaal deze avond terug. Dan ga ik ook nog wel zeggen wat ik allemaal heb gedaan. Goed. Hallo kijkers en welkom weer op terug na mijn werk. Ja, eigenlijk al een reuze tijd na mijn werk. Kijk eens wie ook al bij mij is. Hallo. Ja, ze heeft haar zonnebril aan. Waarom? Omdat ik moe ben en ik wil niet dat jullie dat zien. Voilà, bij deze. Ja, van ons gingen toch de kijkers vragen stellen, dus ja. Best dat je het nu al beantwoord. Dus dat. Oké, ik ga dan ook even vertellen wat ik heb gedaan in Bewaal in Sint-Truiden. Dat is... Staat dat nog aan? Ja, dat staat nog aan. Dat is eerst zo'n huisverzorgingsproductje. Moest ik dus een kartonnetje openplooien, daar dat flesje dan insteken, dat kartonnetje terug dan toedoen. En that's it. En daarna, mijn tweede opdracht was hondenijsjes, die stokjes tellen tot 12. 2, 4, 6, 18, 12. En dan opnieuw, 2, 4, 6, 18, 12. En dan zo nog de ganse dag. Oh my man, ik zie het nog altijd zo voor mij. Wat zei ik toen in de garage tegen jou? Van? Dat je net zweet ruikt. Ah, ja. Dus dat komt daardoor. Ik heb heel goed gewerkt, mensen. Echt waar. En dan heb ik nog een promotie gekregen op mijn werk. Dus ik mag morgen. Dus wanneer jullie deze vlog zien, is eigenlijk al op vandaag dan. Op cursus gaan. Waar houdt die cursus in? Dus jullie hebben dat al gevraagd al in de chat. En ik heb dat ook al gezegd dat ik... cursus krijg, dus lessen krijg bij scholing. Dat is voor mensen te kunnen gaan begeleiden in de bedrijf in Sint-Truiden. Dus als er bezoekers zijn, die mag dan nog rondleiden overal in het bedrijf. Toppie, dankjewel Bewaal Sint-Truiden dat ik deze kans mag benutten. Want ik wil me echt, ook echt heel zwaar gaan opwerken. En bewijzen. En bewijzen natuurlijk, ja, dat klopt. En Arne zegt dat ik ook echt heel goed bezig ben. Dat ik ook geen fouten maak. En als er iets is, bijvoorbeeld zelfs nog voor het werk of na het werk, dan bel ik ook altijd tijdens de werkuren direct naar hem toe. Voor te zeggen van wat de situatie ook juist is. Ik leg het altijd tot de details uit. Maar een andere... Ja, wat ik neem weer al net niet doet. Wat ik dan ook weer al heb ook al gedaan, ook voor Bewaal Sint-Truiden, is wijk bezorgd. Voor Bewaal Sint-Truiden en dat accepteren ze ook heel veel.
En sorry dat ik over boekjes aan het rijden ben, schat. Niet erg. Oké. Wat is er dan nog iets? Nee. Voor de rest heb ik niet veel gedaan. Jawel, je bent naar de garage geweest, je bent winkel halen. Ja, ik ben ook naar de garage geweest, want deze boeleken heeft een controle gehad, dus goed onderhoud. Mijn twee banden moeten nog vervangen worden, dus mijn lichten gaan dan nog verder afgesteld worden. Mijn olie is nu bijgevuld, dus was eer volledig leeggepompt. En daarna hebben ze die terug gevuld. Merci daarvoor. Wat heeft Johan dan nog gedaan? Niet veel. Nee. That's it. En dan volgende week is dan mijn lichten en mijn banden dan de volgende stap wat er dan gaat gebeuren met mijn wagen. Waar gaat er vandaag jammer genoeg niet in zitten? Sorry, ik ben nog even nog met Bea en ik wil nog even met Bea zijn. Is de Q&A. Wat dan? Zonder zucht? Ja, ik ben aan het denken hoe we dat kunnen oplossen. Ik heb een klein beetje slecht nieuws over de Q&A. Ik ken nog de Q&A gaat nog tijdelijk blijven. Omwille van als er echt heel veel, maar ook echt heel veel op mijn fungus beginnen te reageren. Dan kan ik allemaal dan niet meer in een half uur tijd voorlezen, beantwoorden. Dus wat ik dan wel wil doen, is de vragen van Discord dan doen. Omwille van daar zit nog niet zo echt heerlijk veel volk op. Er staan ook nog niet zoveel vragen op. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust. En ja, dan beantwoord ik ze wel. Dus de Q&A van vandaag, wat ook allemaal al in de Discord chat is gezegd geweest, die ga ik dan op dinsdag dan beantwoorden. Bij deze. Dan weten jullie dat ook. Ja. Voilà, ja, ik ben ook aan het opletten in het verkeer. Dat moet toch wel, want het is nog heinig druk. Merci. En schat, vertel eens wat jij vandaag allemaal hebt gedaan. Goh, gewinkeld. Oh, waar? In de spa. Ik moet zaken krijgen, ik moet geen reclame maken. Grapje. Jij bent gevraagd, dus dan geef ik antwoord. Ja, oké. Okay. En ik heb mijn lakens gewassen. Ja. En voor de rest heb ik eigenlijk echt aan u zitten denken, tv zitten kijken en... Heb je dat gekeken? Wittekerken. En Ella. Mensen... En Moordvrouw. Oh. Mensen, kennen jullie eigenlijk nog wel op Wittekerken-kijkers? De Belgische kijkers moet ik dan gericht zijn. Ja. Want ik denk niet dat dat ooit eens in Nederland is uitgezonden. Wat? Omdat dat ik daar op die vrachtwagen bijna tegen die auto's had die daar ging. Heb je dan zo schrik van vrachtwagens? Ja. Komt dat? Niet dat niet. Mogen de kijkers dat wel weten van dat je ook wat angst hebt in wagens? Ja, tuurlijk. En hoe komt dat eigenlijk? Dat komt puur door mijn angst. Door een angst vanuit Nederland van mij. Die was dronken en die reed zonder rijbewijs en toen is hij over trappen gereden, heeft hij met elkaar geslagen
omdat hij zei, rij normaal. Dus ik zat daarbij en ik had angst. Ik ging terug naar het café om te vragen wat ik moest doen. Maar mijn gsm was plat, dus ik kon niet eens bellen naar de politie. Je mocht toch wel dan in de café bellen naar de politie of niet? Nee. Oei. En toen kwamen ze met de auto aan de deur, roepten ze mij keihard, Bea, kom terug. Toen ben ik terug in de auto gestapt en zijn ze naar een wijk gereden. Daar hebben ze even drie mannen gezien. Die gewoon aan het lopen waren, dus aan het wandelen waren. En toen zei mijn ex van ja, die man wil mijn vriendin verkrachten. Terwijl dat niet waar was. Ah. En, want die man die kende ik persoonlijk ook en die is homo. En toen zijn ze met z'n drieën, dus met mijn ex bijgerekend, zijn ze met z'n drieën op en beginnen stappen tot een ziekenhuis toe. En met andere woorden, die man was bijna dood geweest en bijna blind geweest. En mijn ex loopt terug vrij rond. Jawel, mensen, dit ga ik nu ook wel even zeggen. Als je ruzie hebt, klop elkaar niet af, blijf van elkaar af. Oké, je kunt wel eens zo'n woordenwisseling eens hebben of zo, of uw stem eens verheffen, maar gebruik nooit deze of deze als van de vrouwen uit. Ja. Want geweld, dat hoort echt niet thuis in de wereld. Nee, en sindsdien heb ik echt angst in de auto, maar ook gewoon van andere personen die ik niet zo goed ken, omdat ik gewoon dan bang ben, oh, als ik nu iets verkeerd zeg, ja, dan ga ik misschien in elkaar geslagen worden. Zo, die angsten heb ik dan. Mm-hmm. En die angsten zijn niet leuk kijken, zeg niet. Nee, dat wens ik niemand niet toe. Je zei kunnen en nagel, waar ik ook soms werk. Ja. Ja, momenteel ligt dat daar ook nog volledig stil omhoog van dat café's en al. Ja, die draait nu pas vandaag, eigenlijk gisteren, op halve kracht. Mag je nog even naar de car wash? Ja. Oké. Okay. We're going to the car wash! Mag jij het zelf wassen of? Nee, ik ga het door de machine laten doen. Oh nee. Nee, maar ik zit bij u. Maar die staat stil, hè. Ik ga ook niet vooruit of achteruit, hè. Die machine werkt gewoon, ja, hè. Dat is dus geen rekening al met mij. Je weet ook dat ik daar schrikken had vorige keer. Maar dat is een totaal... Ik ga het u laten zien. Als je het dan nog niet wilt, dan doe ik het niet. Want je hebt die nog niet gezien, hè, van hier. Groen. Nee, kijk eens. En schat, ik ga het nu niet zeggen. Wat zeg ik altijd als het groen is? Zeg het maar. Kiwi. En hoe je daar opkomt, dat weet ik dus ook niet. Hè. Eigenlijk want moet je peer zeggen, want peer is meer groen dan een kiwi. Voilà. Oh, mijn lach ook. Oh. Ja. Dus we zijn hier nu momenteel in Diepenbeek aangekomen en ik zie blauw lichten. Wegrijden. Een ambulance. Heel ver weg. Ik ga hem misschien niet nemen, maar ik kan hem al gezien. Ik heb heel goede ogen, hè, mensen. Echt heel goed. Daar mag jij van geluk spreken dat je dat hebt. Hoe is dat eigenlijk allemaal gekomen? Eigenlijk door een gewoon stomme computerspel Counter-Strike. Oh, van ik constateerde dat vroeger altijd echt letterlijk en figuurlijk op de pixels. Kent je dat pixel? Nee. Dat is een vierkantige blokje wat eigenlijk op uw beeldscherm zit. Ah, oké. Maar nu is dat zo gelijk, nu die HD kwaliteit, dat zijn heel veel pixeltjes echt tegen elkaar gedrukt. Ah,
Ja, dat maakt dan een betere kwaliteit ook van het beeldmateriaal. Ja, schat, daar heb ik ook weinig verstand van, sorry. Daarom dat ik het ook uitleg. Maar, weet je, als ik zo nieuwe dingen leer, ik vergeet dat weer. Bij mij moet je dat een paar keer herhalen voor ik dat weet. Ah, oké. Okay. We zijn bijna bij de car wash, schat. Choppen mee, choppen mee, choppen mee. Zijn of wat? Ja. En dan gaan we direct weten als zij het durft, ja of nee. En die gewoon wel, ja, maar... Ik ga er eens gewoon langs rijden, hè. Ik ga dus zo terugkomen, ziet. Dat ze er gewoon zo dan in staan. Ah ja. Durf je dat? Eigenlijk niet, maar doe maar. En als ik erbij blijf zitten? Ja, ook doe, niet? Ik zei doe maar. Ja, maar ik moet nog eerst nog een munt gaan halen, hè. Verton. Even kijken hoeveel dat kost. 1 tarief, 10 euro. Oké. Kijk, even een chatonnetje. Kopen als ik 10 euro heb. Vijf. Twee. Nee. Dan gaat het niet, schat. Jammer. Ik heb alles even gekregen als ik mijn bankcontact... Ja, kijk eens. Nu zit ik hier alleen in de auto. Maar dat maakt niet uit. Mijn dag was voor de rest wel goed. Maar nu weten jullie ook wel wat mijn angsten zijn, hè? Dat is wel fijn, hè? Om te weten. Door die angsten eigenlijk niet leuk zijn, maar ja, kom. Zal wel goed komen. Ja. Ik vind het gewoon schandalig dat dat zo duur kan zijn. 10 euro voor één tarief, 10 euro, dat is echt gewoon, ja. En hij heeft een chatonneke. Er lag nog één gewoon in. Oh my god, echt? Ja. Dus je hebt niet moeten betalen? Nee, 10 euro uitgespaard. Amai, nu weten de kijkers dat ook. Was hij nog aan het opnemen? Ja. Oh, nee. Dat knippert hij er alle uit. Ja, mensen. Daar lag geen chatonneke gratis in. Oh. Nu vergeet ik dat chatonneke nog in te steken. Ja, lach mij maar uit. Lach mij maar uit. Ja, lach... Kun je dat niet bij het raam doen? Ja, proberen. Nee. Nee. Jammer. Ik was ook een heel gesprek met hem bezig daarnet. Ah, cool. Of ja, een heel gesprek. Ik heb gewoon een paar dingen gezegd, omdat ik zag dat het aan het opnemen was. Ah. Dat eerst ook nog niet door. Mensen, ik ga jullie nu laten genieten van de car wash. Let the car wash go. Oh ja, een raam. Stop.
door de car wash. Ja. En nu nog wat rondrijden en dan weer aan de rij springen. Ja. Want het is al 8:10. Gaat snel, hè? Ja. Maar ik ga wel eens even hier eens kijken aan de deur als er iets staat van. Ik ga eens kijken bij de bowling van Diepenbeek. Normaal gezien moet daar wel iets ophangen wanneer dat terug open gaat. Ik ga wel eens kijken. Want ik wil nog eens heel graag gaan bowlingen. Natuurlijk. Dus even gaan kijken. Ik ben zo terug, hè, schat? Ja, schat. Mag ik nog even met de kijkers babbelen of niet? Even niet. Oké, tot zelfs. Joe. Joe. Dus ik ben juist bij de bowlingzaak hier in Diepenbeek komen kijken. Wanneer gaat deze terug open? Gaat terug open nu donderdag. Om 5:00 gaan terug na de coronatijden eindelijk hun deuren terug open. Kun je hier komen gaan bowlingen. Toppie. Maar, er is wel een maar. Op afspraak. Yep, je moet reserveren. Dus ik ga nu donderdag ga ik nog niet komen bowlingen, maar misschien de donderdag daarop. Dat is misschien wel eens een goed idee, hè? Ja, maar dan kan ik wel niet mee. Waarom niet? Ah, ja, maar dat is 's avonds pas, hè, na 8:00, hè? Ja, als ze het al zien. Oké, ja. Dan niet. Ik zal vragen of dat mag. Oké, want het is een sport. Bouw, dames, echt waar, daar wordt echt nog heel veel gediscussieerd over, hè? Dat bowling geen sport is. Ja, dat is een arm sport, hè. Het is een arm sport plus benen sport. Ja, want je moet daar ook naartoe lopen natuurlijk. Ja, 4 passen. Ja. Maar nee, zo gelijk, ik ga ook even, ook al vroeg. Dus, hier ben ik weer. Dus, ik ga mijn verhaal verder doen. Dus gelijk in Olympia in Hasselt, daar heb ik heel lang de bowlingen en al. En ik deed dat ook echt heel graag. Maar ja, I'm quit. Maar nu, binnenkort ga ik terug beginnen. Ik ga hier, in deze bowlingzaak hier, volgende week donderdag. Dus nu donderdag niet, maar volgende week donderdag. Als jullie eens willen afkomen, komen jullie maar af. Voor een handtekening of op de foto. Kan zijn dat zij er ook bij gaat zijn. Kan zijn. Dat is nog niet zeker. Voilà. Want ik zeg het nu nog eens duidelijk. Kan zijn dat zij erbij is. Dat is nog niet 100%. Dan moeten we naar die kant. Ja, is hier goed? Daar is het goed. Ja. Dus. Maar ik, dan ook nog iets heel grappigs. Die uitpater. Die jonge man, dus eigenlijk de zoon, ik heb hier al 3 jaar niet mee gekomen en die herkende mij nog. Toppie, denk echt waar, man. Ik laat overal een goede indruk achter. Precies, echt waar, mensen. Ja, dit is nu maar een praatvlog geworden in plaats van een Q&A-vlog. Ik hoop dat jullie daar ook wel content mee zijn. Het moet niet altijd hetzelfde zijn, vind ik. Nee, dat ben ik ook. Maar soms is het wel fijn om ook een Q&A te doen, maar niet altijd. Va. En de Q&A komt morgen. Dat beloof ik jullie. Morgen neem je dat op, toch? En dan, ja, morgen neem ik het op en dan is het op woensdag online. Ja. Normaal is altijd de Q&A dinsdags online dat ik die maandags opneem. Dat dat ook duidelijk gezegd is voor de kijkers. Ja. Dus woensdag komt de Q&A dus online. Dan heb je die al, eigenlijk al opgenomen. Allee, zeg het. Opgenomen. En dan ook nog gerenderd. Dus bewerkt. En dan komt dat wel allemaal wel goed. In orde. In orde, ja. Maar nu gaan we ook de vlog hier beëindigen, want deze vlog is nu ook wel redelijk lang geworden. Maar wat gaan we zelfs nog doen? We heb gaan je zelfs gezien hoe snel die overstapt? Ja. Dus we gaan dan zelfs ook nog naar, ja, zij bij haar thuis, ik bij mijn thuis, naar Enzo Knol kijken. Wow, weer een mooie Viper!
Oké, dus zij gaat naar Hans Klok kijken, ik ga naar Hans Klok kijken. Ze gaat ook nog naar, misschien nog naar iets anders kijken, denk ik. Ja, naar Sarah of Ella of... Voilà, bij deze. Dus dankjewel weer om een deel uit te maken van ons leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan zeker niet te abonneren, want wij zijn echt heel goed bezig. Wij zijn goed bezig. Ook al zijn we van niets. Voilà, ça. En hier steek ik nog over. Want hier twijfel ik niet. Dankjewel. En tot morgen. Yo. Yo. En vergeet ook niet op een belletje te drukken, by the way. Wat schat. Dat was ik bijna vergeten. Was het hier al? Nee, hier was nog niet in. Allee. Salukes. Yo. Yo.